Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik ga vandaag naar mijn vader en naar mijn moeder toe. Want ik moet vandaag een aantal dingetjes doen voor Instagram en voor YouTube. Voor een paar samenwerkingen. Want het is komende week natuurlijk Black Friday. Dus het was best wel druk een beetje met samenwerkingen en dingen. Maar wel heel erg leuk. Maar ik moet vandaag nog eventjes voor twee bedrijven iets filmen en opsturen. Maar eentje is voor de Senio en dat ligt bij mijn vader. En het andere is voor Babyliss en dat ligt bij mijn moeder. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik heb het huis al een klein beetje opgeruimd hier. En dit is onze laatste week in dit huisje. Ik heb het helemaal nog niet verder in de video verteld. Maar ja, volgende week 1 december moeten we hier uit zijn. Als je mijn verhuisvlogs niet hebt gezien, dan weet je ook niet dat dit huisje maar voor tijdelijk was. We zitten hier tijdelijk totdat Miel en zijn beste vrienden iets gevonden hadden. Miel en zijn twee beste vrienden die willen al heel lang samenwonen. Maar het was gewoon best wel lastig om een huis te vinden. Ja, voor drie jongens, voor drie studenten. Maar dat is nu eindelijk gelukt. Ze hebben nu een huis gevonden, daar kunnen ze nu in. Daar zitten ze nu al in, zeg maar. Ze zijn een beetje spulletjes aan het heen en weer verhuizen. En 1 december moeten wij er hier dus uit. Dus ga ik weer terug naar mijn vader. En het plan met Dagmar om samen te wonen is er nog steeds. Alleen bij ons heeft het minder haast dan dat het bij de jongens had, zeg maar. Dus wij kijken gewoon lekker op ons gemakje rond of we wat zien. En of we daar willen wonen. Dus het heeft bij ons niet echt heel erg haast. Dus ik ga nu gewoon lekker terug naar mijn vader. En Miel gaat met zijn vrienden samen wonen. Ik vond het wel echt super leuk om hier samen met hem te wonen, zeg maar. We hebben toch vanaf 1 september tot 1 december hier gewoond. Dus 3 maandjes. Dat is toch alvast een soort van voorproefje op later of zo. Ik vond het wel heel erg leuk. Ik kan nu ook eindelijk zeggen waar we woonden. We woonden in Scheveningen. En het was echt een toplocatie. 2 minuten lopen van het strand af. Pathé, McDonald's. Je hebt hier gewoon letterlijk alles in de buurt. Binnen 10 minuten met scooter ben je in de stad. Dus echt een hele chille plek. Het was ook echt een heel erg leuk huisje. Maar ik ga dus weer lekker terug naar huis. En Miel die gaat dus weer met zijn vrienden. Nou weer. Die gaat met zijn vrienden super leuk. Dus daarom dat ik mijn kamer ook een beetje bij mijn vader aan het veranderen was. Dat ik die muur had geverfd. En ja, dat moet nu ook een beetje opgeruimd gaan worden. Want daar moet ik dus over een weekje weer in. Dus dat is eventjes wat ik gezegd wilde hebben. Want dat is de komende week wel iets wat een grote rol gaat spelen in deze weekvlog. We moeten namelijk veel dingen weer verhuizen. Wordt een soort van mini verhuisvlog weer. Maar dan weer terug naar huis. En voor de rest ga ik deze week ook nog best wel veel leuke dingetjes doen. Dus ik hoop dat jullie heel erg veel zin hebben in deze weekvlog. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik richting mijn vader. Dan ga ik eerst een stukje filmen voor de Senio en daarna voor Babyliss. En dit is mijn simpele outfitje van de maandag. Ik vind het wel echt heel chill zitten. Deze jas van Goosecraft, echt mijn lievelingsjas. Deze trui van Lounge. En deze heb ik dus net nieuw. Die heb ik vandaag voor het eerst aan, maar is zo lekker zacht. En ik vind die kleur ook heel erg leuk. Dus dat is die. En gewoon een chillbroek van de Mango met mijn Sandro sneakers eronder. Dus ik ben bij mijn vader aangekomen. En er was een pakketje bezorgd van Pink Jello. En ik had weer eventjes nieuwe kleurtjes besteld. Want er is nu een soort van Black Friday actie. Er is dus op alles 40% korting. En ik wilde gewoon eventjes wat leuke nieuwe kleurtjes hebben. Dus die heb ik besteld. Ik zal ze wel eventjes snel laten zien. Ik ben van plan binnenkort de nagelkamer bij mijn moeder helemaal af te maken. En om dan een soort van roomtour video te maken. Dus dan zal ik ook een beetje wat uitgebreider alle kleurtjes en zo laten zien. Maar ik heb in ieder geval een kleurtje die ik zelf heel mooi vind. En die heet Pearly Nude. Dus van een nieuwe collectie. Zo'n mooi oud roze kleurtje. Dan Blissed Move. Als je dat zo uitspreekt. Beetje een paars kleurtje. Dan heb ik Intense Taupe. Dat is een taupe kleurtje. Mooi donker. My Stick. Geen idee hoe je dat uitspreekt. Maar is ook een beetje een paars kleurtje. Deze vind ik echt heel erg mooi. Dan heb ik een kleurtje waarvan ik dacht dat hij echt heel erg nude was. Echt zo'n perfect nude kleurtje. Maar hij is wel iets meer roze in het echt. Dan dat ik had gedacht. Dit is de kleur Blush Orange. Maar op zich is het wel een heel mooi kleurtje. Ja, op beeld zie je het niet zo heel goed. Maar het is wel iets meer roze. De kleur Bronzed Nude. Dat is iets meer een... Ja, dit is wel echt een mooi nude kleurtje. Maar dan iets meer bruin. En als laatste kleurtje wat niet echt voor de winter is. Maar ik vond deze gewoon heel mooi. En dat is Light Blue. En dat is gewoon een heel mooi lichtblauw kleurtje. Dus dat zijn de kleurtjes, 7 kleurtjes volgens mij, die ik nieuw heb. Ik heb nu echt iets van, nou, meer dan 60 kleuren. En je kan nu ook een afspraak maken via het Lots of Love account om een afspraak te maken voor je nagels. Dus het stukje van de Senio wat ik moest filmen heb ik gefilmd. Dat stukje is nu aan het opslaan. Dan ga ik het eventjes naar de Senio toesturen voor goedkeuring. En dan ga ik zo meteen naar mijn moeder toe rijden. En daar ligt dus de krultang van Babyliss. En daar moet ik dus dat stukje gaan filmen. Dus dat is
wat ik ga doen zo meteen. Ik ga alvast eventjes doorlezen wat ik precies allemaal voor babylister in moet filmen. Want ik moet vaak aan een paar eisen voldoen. Dus dat is wat ik nu alvast ga doen. En dan ga ik zo meteen naar mijn moeder. En dan ga ik weer terug hierheen, denk ik. Of ik blijf daar eventjes. Ga ik alvast mijn weekvlog bewerken. En dan wacht ik tot Milan klaar is met werk. En dan rijden we samen naar huis toe. Het is vandaag dinsdag en ik ben mijn camera vergeten. Dus ik kom eventjes met mijn telefoon. Maar wij zitten in de auto om Miel zijn kast, zijn kledingkast, te verhuizen naar zijn nieuwe huis. En dan gaan we hem daar ook in elkaar zetten. Hij heeft dus een kast meegenomen vanuit zijn oude huis bij zijn moeder. Maar hij heeft ook een nieuwe kast gekocht. Dus hij heeft er nu anderhalf ongeveer, want die andere is een hoofdkast. En dan gaan we die ook gelijk zo meteen in elkaar zetten. Dus dat is wat we vandaag een beetje gaan doen. Ik zie er echt niet uit. Ik heb ook mijn haar niet gewassen. Maar ik dacht, ik heb er gewoon echt geen zin in deze ochtend. Het is namelijk 9:30 en we hebben dit al allemaal gedaan. Dus ik ga nu even wachten op Miel. Tot hij weer terug is. En dan gaan we naar het nieuwe huis toe. En dan gaan we daar de kast in elkaar zetten. Het is vandaag woensdag en ik ben eventjes in de kamer met mijn vader. Want ik moest eventjes een trui ophalen, de Fiore trui. Ik ga nu naar mijn moeder toe, want Tobias die komt zo meteen. Dat is een vriend van Dagmar. En die doet creative business op de Hogeschool van Amsterdam, waar ik dus ook zat. En hij moet nu dus een opdracht maken voor de Linda. En hij had gevraagd of die van mij foto's mocht maken daarvan. Dus die komt rond 11 uur. En dan daarna komt Ro door nagels doen. En dan vanmiddag gaan Mio en ik denk wat spulletjes heen en weer verhuizen. Gisteren hebben we natuurlijk zijn kledingkast in elkaar gezet. Dat had ik een klein stukje gefilmd volgens mij. En gisteravond hebben we allemaal kleding in tassen gedaan. Dus Milan die gaat zo meteen alvast dingetjes heen en weer verhuizen. En dan vanmiddag ga ik hem verder helpen. En vanavond gaan Keer en ik weer sporten. En Keer komt als het goed ook eten. En dan gaan we weer echt Gooise Moeders kijken. Dus daar heb ik er veel zin in. En dit is trouwens wat ik aan heb vandaag. Het is trouwens zo koud op de scooters. Echt niet normaal. Maar ik heb deze trui aan. Je ziet het niet heel goed. Van de Bershka. Jas is van Pretty Little Thing. Tas van Yves Saint Laurent. Broek van de Zara. Hij is echt te lang. Maar ik draag hem gewoon. En mijn Sandro schoenen eronder. Dus dat is het simpele outfitje voor vandaag. Het is wel echt mega koud op de scooter. Echt niet normaal. Nou, ik ben mijn moeder. En Toby is er ook. Hi. We gaan nu een beetje foto's maken. Ro komt zo ook. Ga ik haar nagels doen. Ze had zich wel verslapen. Dus ik ben benieuwd hoe laat ze komt. Maar die is altijd wel op tijd. Staat de foto's zo te maken. Don't. Ik doe net alsof je er niet bent. Ja, ik ben aan het flyen. Ik hoop ook vandaag te horen eigenlijk of de hoodies daar zijn. Misschien dat ik die dan vanmiddag nog met Miel kan ophalen. Want als ik hier klaar ben, ga ik met Miel nog even verder verhuizen. Nee, ik zat verkeerd. Okay. Het is vandaag donderdag en we hebben vannacht bij mijn vader geslapen. Omdat Milan die moest vanmorgen om 7 uur op werk zijn. Dus als we dan bij ons thuis in Scheveningen zouden slapen, moest je al 5:45 weg. En als we hier zouden slapen, pas 6:45. Dus we dachten, slaap lekker hier. Ik ga vandaag foto's maken met Rosa, dus daar heb ik heel veel zin in. We hoeven niet heel veel foto's te maken. Maar we moeten allebei nog eventjes voor een samenwerking. Ik moet nog een reels maken voor Call of Rebel. Dat ik ook deze trui aan heb. En ik moet nog een foto maken voor Lofies. En ik wil nog eventjes een paar foto's maken van Fiora. Voor het trui en zo. En Rosa die moest ook nog wat foto's maken. Dus dat gaan we eventjes snel doen. En dan gaan we daarna als goed zijn McDonald's Carmackbang opnemen voor Rosa door kanaal. En ik ben dus nu Temptation Island aan het kijken. Want het staat dus sinds vandaag op Videoland. En tot nu toe vind ik wel dat er leuke koppels meedoen. Maar ik ben pas op de helft. Dus ik ga er nog even verder kijken. Rosa is hier ongeveer over een 30 minuten. En dan gaan we foto's maken. En ik ga jullie proberen wat meer mee te nemen. Aangezien de afgelopen dagen ik best wel slecht heb gefilmd. Maar we waren gewoon best wel druk met alles verhuis en zo. Het huisje is bijna zo goed als leeg. Alle kleding is eruit. Dat zal ik vanavond of morgen wel allemaal aan jullie laten zien. Mijn kamer hier is wel echt een mega ben. Omdat hier dus nu alles staat wat ik nu in mijn kasten moet gaan doen. En ik kom gewoon echt kledingkast tekort. Dus misschien dat ik een nieuwe wil kopen of een extra deel. En mijn kast dan naar deze kant wil verplaatsen. Omdat het anders aan die kant niet past. Maar dat is een zorg voor later. Dus ja, morgen ben ik heel de dag vrij. Morgen heb ik gelukkig niks afgesproken. Ja, morgenavond, maar overdag niet. Dat ik gewoon eventjes rustig morgen dit allemaal kan opruimen. En gewoon kan organiseren. Dat als ik volgende week maandag hier weer terug ben. Of nee, zondag gaan verhuizen. Dat het gewoon opgeruimd is en dat ik niet in een bende leef. Dus dat eigenlijk. Ik zit in de auto van Rosa. Oh, mijn camera is leeg. Oh, hoe dom kan ik zijn? Het is 11:00 in de ochtend. Maar wij gaan een mukbangie filmen. Leuk truikje aan. Ja. Echt heel leuk. Wat goed. Ja, mijn camera is natuurlijk weer leeg zoals altijd. Dus jullie zullen het vandaag met de telefoon moeten doen, denk ik.
Ja, maar ik vond het echt best wel gewoon prima kwalie hoor. Want je had in je vorige vlog ook een stukje gedaan. Ja toch? Oké, ik doe hem heel even snel versneld stukje. Oké. Oké. Ik ga even dit kijken. Jezus, het lijkt net of ik echt een grote kater heb of zo. Alsof zo'n kater ontbijt. Zo, ja. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag weer met Fleur. Hoi. En wij gaan een McDonald's mukken doen. Het is nu 11 uur. Maar, ochtends, niet s'avonds. Maar maakt niet uit. We hebben allebei een Happy Meal en een extra cheeseburger. Een Happy Meal? Heb je ook met kipnuggets? Nee, ik heb met... een burger. Oh, dit zijn de kipnuggets. Oh. En deze voor jou. Deze voor mij. Dus ja, we hebben weer op Insta vragen gedaan. Oh, dat moet je wel doen. Die wil ik even stellen. Nou, ik ga mijn camera weer even uitzetten, want hij was een beetje knipperen natuurlijk. De fotootjes en de reels zijn gemaakt. Het is pas 2 uur, maar we waren er ook wel weer al vrij snel klaar mee. Ja, we hadden vandaag niet echt een dagje, hè? Het was meer... We zaten ook steeds uitstellen. Zaten we in de auto? Oké, we gaan over 5 minuten. Oké, we gaan over zoveel minuten. Ja. Maar we gaan nu lekker muziekje luisteren naar huis. Camera is leeg, dus die ga ik in de opklaar doen. En Miel en ik gaan vanavond naar een film gezellig. Leuk! Dus dat is heel leuk. Ja, verder heb ik niet zoveel te melden op deze dag. Oh, trouwens voor de mensen die me vorige week nog hebben gekeken, ik heb dus de muts gehouden, zoals jullie konden zien. En ik heb geen corona. Ik heb de, ja, Roos heeft ook geen corona. Roos, die moest een coronatestje doen. But she is negative. Ik heb dus gefilmd, zeg maar, dat ik die uitslag kreeg. Echt? Want ik kreeg dat mailtje met je uitslag is bekend. Ja. En toevallig op dat moment wou ik mijn vlog ook gaan openen van, wil je eens kijken naar een nieuwe vlog? Ik zei, ik zie dat mailtje, dus ik pak gelijk de camera bij. Dus ik heb samen met mijn kijkers gekeken. Het is vrijdag vandaag en ik moet eventjes een video opnieuw filmen voor een samenwerking. Ik had een filmpje gefilmd voor Babyliss, maar die was dus afgekeurd. Dus ik moet nu eventjes opnieuw doen en moet meer in de kerstsfeer. Dus ik heb hier een hoekje gemaakt met mijn ringlamp. En Rowan had voor mij een kerstboompje gevonden. Super lief, een echt kerstboompje. Echt leuk. Maar ik had nog geen ballen voor erin. Dus ik heb gewoon wat slingers eromheen gedaan. En lampjes en zo. Dus die video ga ik nu even filmen. En hopelijk dat die in 1 keer goed gaat. Miel die is nu een toets aan het maken. Die heb ik net bij zijn vader gezet. Zodat hij die auto kon lenen. En dan ga ik hem straks weer ophalen. En vanavond ga ik met die meid naar Keer toe. Dus dat is ook heel erg gezellig. Oké, ik heb de Instagram TV opgenomen. Mijn haar is gekruld. Ik heb een kerstjurkje aan. Want het moest allemaal... in een kerstthema sfeer zijn. Wat ik nu ga doen is eventjes mijn kamer opruimen. En dan wachten totdat Miel mij appt dat ik hem weer kan komen halen. Maar ik denk dat dat nog eventjes zal duren. Ik vind dit er wel echt heel schattig uitzien. Dus ik laat dit wel gewoon staan. Dat is wel gezellig. Maar verder moet ik het wel eventjes opruimen. Ik ga jullie eventjes uit standaard halen. Voordat ik er vraag naar krijg over de jurkje. Die is van Sandro. Maar die heb ik toen afgelopen zomer op... United Wardrobe gekocht. Dus ik denk niet meer dat ze deze... Nou, ze hebben deze sowieso niet meer in de winkel. Maar als je hem dus wilt, moet je denk ik even op United Wardrobe zoeken of zo. Maar goed, ik ga dit... deze ravage even opruimen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga met Dagmar naar de stad. Ik ga haar zo meteen ophalen, want ze had bij Keer geslapen gisteravond. Want gisteren waren we dus met z'n allen naar Keer. Was echt heel erg gezellig. Maar Dagmar was er blijven slapen, dus die ga ik nu ophalen. En dan rijden we samen naar de stad. Het is echt een beetje een hectische week deze week. Deze weekvlog is denk ik ook wel een beetje hectisch. Maar het komt natuurlijk ook omdat we morgen het huis uit moeten zijn. Dus het is hier ook echt een bende. Of nou een bende. Alles staat wel in tassen en doos. Dus op zich is het wel opgeruimd. Maar ik ben nu de laatste wasjes aan het doen. Zodat we gewoon schone kleren mee kunnen. En dat niet nog eens thuis kan hoeven te wassen. Of in het nieuwe huis zeg maar en zo. Ja, en morgenmiddag gaan we eruit. Miel is vandaag werken, omdat het gisteren Black Friday was. Dus het was bij zijn werk heel erg druk. Dus moest hij vandaag ook een halve dag werken. Dus volgens mij gaan we vanavond nog wat spulletjes overgooien. Dan gaan we eventjes een leuke avond hebben. Gewoon eventjes leuk afsluiten hier in Scheveningen. En dan gaan we er morgenmiddag alweer uit. Het is allemaal best wel snel gegaan, maar het was wel echt heel erg leuk. Ik moet even een klein beetje opschieten. Ik ga even mijn muts pakken. Pasjes moeten mee. Ik heb dus ook een heel erg leuk idee voor Miel's kerstcadeautje. Maar ik twijfel een beetje of hij het leuk gaat vinden. Maar ik denk het wel. Dus ik denk dat ik dat vandaag ga bestellen. Want er is nu nog Black Friday korting. Kan dit? Ja, kan op zich wel.
Deze mee. Dus ik ga nu Dagmar ophalen. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb nog. Ik heb deze jas aan van Naked. De trui is van Ralph Studios. Yves Saint Laurent tas. Broek van de Zara. En mijn Sandro sneakers. En mijn muts is ook van de Zara trouwens. Dit zijn nu allemaal dozen met spullen. Het begint echt een beetje leeg te worden. Dat kleed krijg ik mee naar mijn kamer. Dus die mag ik hebben. Superleuk. En die kussentjes zijn ook van mij. En verder, ja... Dit moeten we nog eventjes inpakken, want dat komt net uit de was. Verder is de kledingkast wel echt zo goed als leeg. Dus ja, maar oké. Ik ga nu naar de stad en dan zie ik jullie daar. Zo, het licht hier in de Primark is niet al te best. Nee, ik kan even naar mezelf kijken, naar de buitenkant. Ik zie oh, dat licht. Ja, we zijn dus nu in de Primark. Dacht maar, die is eventjes aan het passen. En ik niet, maar ik ben wel mee. Kijk of ik er kan filmen. Dag man. Ja? Wat? Omhoog? Ja. Oh. Maar dag maar eens even wat sportkleding aanpassen. Ik heb ook wel wat dingetjes, maar niet om te passen. Ik heb lekkere wintersokken, sloffen, handschoenen. En Reese's. Echt heel lekker. En ja. Ik ben net in de H&M geweest. Zara. Zijn we nog meer geweest? Hè? Douglas zijn we geweest. Mediamarkt. Jumbo. Jumbo. Oh ja, we zijn best wel veel winkels al geweest. Ja. Zullen we ook zo meteen als tijd hebben nog naar de Bershka? Ja, tuurlijk. Oké. Kunnen we hiernaast doen? Ja, is goed. Oké, wel. Het is een raar stofje, moet ik zeggen. Ja, het is ook Primark, hè? Ja. Krijg ik een modeshowtje? Ja, ik krijg een shirtje nog aandoen. Oh, ja. Ja, het shirtje zag er wel mooi uit. Ja. Eén sok aan, één niet. Ook vind dat shirtje echt goed zitten. Sluit hij door. Oké, okay, ik ben weer thuis van de stad. Jullie staan op een flesje water, dus ik hoop... Jullie blijven staan en ik krijg zoveel jeuk aan mijn voorhoofd van deze muts. Niet normaal, maar ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik kan niet alles laten zien, want ik heb ook dingetjes gekocht voor loodjes. Want we gaan dus met die meiden van Arguella, dat is Zoe, Dagmar, Keir en Romy, gaan we surprises doen over 2 weken en cadeautjes en gedichtjes. Dus daar heb ik ook wat dingetjes voor gekocht, maar dat kan ik niet laten zien. Anders weet diegene denk ik al wie ik heb. Maar ik weet niet of diegene mijn video's kijkt. Maar gewoon even voor zekerheid. Ik kan wel laten zien wat ik gewoon zelf heb gekocht. Even kijken. Heel veel paar sokken. Als eerst deze bij de Primark. Blauwe en witte. Die waren 3 euro. Dan heb ik sokken gekocht. Die waren 2,50. Handschoenen. Die waren 2 euro. Want ik had echt handschoenen nodig. En ik had eigenlijk ook nog zwarte. Gewoon als backup, zeg maar. Want ik dacht, zeg maar 2 euro. Dan heb ik gewoon een paar extra. Maar ik kwam toevallig een keer tegen in de stad. En die had ook handschoenen nodig. Dus die heb ik aan haar gegeven. Oh, mijn sportlegging. Die was ik vergeten. Die had ik nog voor meegenomen. Nog meer sokken. Deze. Zit overal 2 paar in. Die waren 2,50. Dan heb ik een lipglossje gekocht. Die helemaal gehyped is. Ik gebruik dit echt nooit, maar ik zag het liggen bij de kassa. En toen dacht ik, laat ik het kopen. Die is van Essence, die was 2 euro. En dan heb ik nog... Voor mijn oma heb ik dan nog deze sloef gekocht bij de Primark. Want die vraagt altijd, als ik naar de Primark ga... Nou, altijd. Mijn oma heeft altijd deze sloef. Maar als ze dan een beetje kapot gaan en zo, vraagt ze af en toe of ik er dan eentje mee wil nemen. Ik heb er nu 2 meegenomen, kan ze weer eventjes vooruit. Ik hoop dat het een goede maat is. Maar die waren 2,50 per stuk. En verder zijn het alleen nog maar dingetjes van surprises en zo. Dus dat. En ik heb dus voor mijn surprise een heel erg leuk idee. Maar dat kan ik nu natuurlijk nog niet laten zien. Maar als we die avond gaan surprises openmaken en zo gedichtjes voorlezen, zal ik het wel filmen en wel alle surprises laten zien die iedereen heeft gemaakt. Ik ga eventjes de was ophangen, want die had ik aangezet terwijl ik wegging. Dus kan ik die nu eventjes ophangen, zo een beetje overlicht. En dan ga ik denk ik alvast een beetje de badkamer schoonmaken. Want het moet natuurlijk wel... Als we hier morgen uitgaan, alles een beetje netjes achterlaten. Dus ja. Het is zondag vandaag. En vandaag is de dag dat we uit het huisje gaan. We hebben alles vanmorgen ingepakt. Of dat hadden we door de week wel een beetje gedaan. Maar nu echt alles, alles. Want sommige dingen hadden we natuurlijk nog nodig. Gaan we nu de auto halen. En dan gaan we alles
heen en weer vervoeren. Het staat hier echt heel vol. We hebben echt heel veel spullen. Terwijl eigenlijk alle kleding hebben we al vervoerd. Maar we hebben ook nog wat natuurlijk ons eigen bestek, eigen servies, kledinghangers, allemaal kussens, rotsen en zo. Dus dat is wat we vandaag gaan overbrengen. En dan gaan we vanaf bij mijn vader slapen. Nou, we zijn weer thuis. Allemaal pakketjes, allemaal tassen met kleren en dingen en kussens. Heel veel kussens, dus ik moet even kijken waar ik dat ga laten. Hier is nu even wat karton naar zo'n container aan te gooien. Maar ja, morgen wordt het echt een opruimdag. Want mijn kamer is één grote bende en ik kan hier gewoon niet tegen. Hier liggen allemaal dingen, hier liggen dingen, daar liggen dingen. Ik heb wel het kleed meegenomen van ons eigen huisje. Dus ik denk dat ik die hier zo lekker naast mijn bed ga leggen. Ik denk dat ik dat alvast eventjes ga doen. Ik heb mijn jas nog aan en alles, maar ik wil het gewoon eventjes gedaan hebben. Lekker badjasje. Deze trap kan naar de gang. Eigenlijk moet ik hier eerst even stofzuigen, maar daar heb ik echt geen zin in. Ik ga gewoon lekker het kleed hier leggen. Ik ga bij deze vlog afsluiten. In mijn volgende week vlog zal ik laten zien hoe mijn kamer uiteindelijk geworden is. Hoe het is met alle nieuwe spulletjes, kleedjes en dingetjes. Dus ben je nou benieuwd, moet je zeker de volgende week vlog even kijken. Die gaat heel leuk worden ook. Ik ga namelijk Sinterklaas vieren met wat vrienden. Ik ga naar Utrecht lekker winkelen. En ja, er komen allemaal leuke dingetjes. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke weekvlog vonden. Sorry dat hij misschien wat korter was. Maar dat kwam ook een beetje door de drukte van het verhuizen. Ik wil jullie toch heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot volgende week.